Nee, dat was niet grappig. Ik ben er weer! Zelda Play 20, mijn nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword. In de vorige aflevering hebben we een missie gekregen en die missie die gaan we later doen, want ik heb daar nou geen zin in. Ik bedoel, Zelda zit er opgesloten, dus er kan weinig gebeuren. We hebben een sidequest te doen voor een of andere maloot die begint te janken over zijn kristallenballen. Ik kan er ook helemaal niks aan doen. Dus laten we die eerste sidequest dan toch maar doen! Oh, ja, het punt is, op dit moment is het spel grotendeels alleen nog maar filler. En wat bedoel ik met filler? Voor de mensen die dat niet snappen, leg ik dat ook nog heel eventjes uit. Filler kun je beschrijven met... ja, tot eigenlijk zeg maar willekeurige stuff erin wordt gegooid. En dat je dat zeg maar verplicht moet doen om het spel toch nog langer te maken, terwijl dat het eigenlijk bijna helemaal nergens op slaat. Laten we het daar maar op houden. Dus in de vorige aflevering zijn we erachter gekomen tot wij dus naar een of andere Levius moeten gaan zoeken. En daarvoor moeten we naar de Lumpy Pumpkin. Maar eerst wil ik toch eventjes die sidequest hebben gedaan met meneer Mafkees. Ja, het is een Mafkees, maar hij heeft wel een snor. En snorren zijn awesome. Behalve hij. Hij is niet awesome. Alleen die snor misschien. Nee, die snor is te klein. Het is een kutsnor. Oh, en natuurlijk hebben we ook nog Fee, die nou jullie heeft, die jullie nou eventjes heel erg gaaf en gaat vertellen dat jullie 80% kans hebben dat jullie dit videootje aan het kijken zijn. Ja, ik denk ik gooi de grappen maar zo. En ik had het idee voor die grap en ik wou misschien een zwart scherm in het begin doen, maar nee, vond ik een beetje saai. Ik bedoel, dan moet ik ook weer die sound effect van Fee erbij gooien. En van Fee, word je al helemaal gek dat je bloed gewoon gaat koken van woede omdat Fee maar zijn bakkers niet dicht kan houden. Dus, ik denk, ik doe het zo wel even. Maar goed, hier zijn we dus bij de vuurtempel 1.0. En dat is waar we naar op zoek zijn. Daar, om precies te zijn, daar heb je dus zo'n kristallen balk waar je dus nodig hebt voor Snorrimorri. Weet ik hoe dat die gek heet. Oh, wacht, hier hebben we zelfs nog een Gossip Stone. En ik moet één ding wel zeggen. Er was nog één iemand die was begonnen met, hey, weet je wat leuk is om daar een bom tegenaan te gooien? En toen begonnen jullie allemaal, hey, weet je wat leuk is om daar een bom tegenaan te gooien? En jongens, ik had al opgenomen dat ik er een bom tegenaan zou gooien. Maar omdat jullie dat blijkbaar zo leuk vinden, zou ik niet in een klootzak zijn. En zou ik gewoon aardig zijn door het nog een keer te doen. Omdat wij hebben gewoon... Ah, trouwens, wij heeft hij eerst te zeggen. I've heard some of the goddess cubes unlock all sorts of treasure when they fly up in the sky. Some even hold a piece of heart. Jij bent nutteloos. Explodeer of zo. Vind ik leuk. Kom aan, kom aan. Ja, er zit hier nog een goddess cube. Ik vind het wel jammer dat deze niet helemaal de lucht ingaan en gewoon exploderen, terwijl dat ze eigenlijk helemaal niks raken. Ah, flame. Maar goed, wat we willen doen is, je hebt hier de Claw Shot voor nodig. En deze missie die opent pas op het moment als je alle drie, ja, als je de Master Sword pas hebt, dan pas opent deze missie zich tot je. Dus, ja, natuurlijk heb je de Claw Shot dan. Hey, kijk! I have located a substance that closely resembles the material used in the fortune teller crystal ball. It should make a suitable replacement. Hoeveel procent kans denk je dat het zal? Shall I call Robot to collect it? Oh nee, niet hem, niet Scrapper. Mijn schrijver zender wordt de robot using telepathic... Interesseert me niet, doe het gewoon. Schoenenpoetser, wil jij mijn schoen poetsen? Ja, dat wil ik wel. Ga daar dan maar mee beginnen. Ik ga nu uw schoenen poetsen. Sodemieter op! Ik ga nu in mijn neus peuteren. Echt zinloos. Mistress V, I'm here. Oké, heb je dat recht uitgejat van, ja, hoe heet die in een film ook alweer? Poltergeist? They're here. Oh, you want me to carry this old thing? Als jij scheetgeluidjes gaat laten. Hey, Master Shirtpants, how come you always get the easy jobs? Zrpt. Sorry, wie zat het te janken tot de monstertjes waren tot ik jou moest verdedigen? I'll be waiting for you in the sky, so don't take too long. Zrpt. Waarom heb ik nou eigenlijk altijd zin om dan gewoon hier te gaan zitten, picknicken, filmpjes zitten kijken, televisie aan te sluiten, NES games zitten te spelen, heel Mega Man reeks uit zitten te spelen en dan misschien pas te bedenken om maar naar boven toe te gaan en hem daar de hele tijd die zware bal vast te houden. Lijkt me nog niet eens zwaar, maar gewoon om hem te zieken, weet je wel. Ik haat die robot. Maar goed, laten we dus maar... Wat is daar te zien? Is het interessant? Laat mij eens even meekijken. Hey! Tjongejonge, ik wou alleen maar meekijken hoor. Sheesh. Eikels. Oh, ik ben al weg hoor. Stel dat je stinkt, violen. Ja, yeah, we wanna go to sky. Hartstikke makkelijk. Dus. Squadala, we're off.
Oké, voor de mensen die dat niet snapten, dat was van de Zelda CDI. Serieus? Geloven jullie me niet? Oké, ik laat jullie hier even nu de clip zien. Squadola, we are off. Daar. Laat dat jullie gedachten spoken voor de rest van jullie leven. Ja, het bestond. Daar word je gewoon bang van. Maar goed, wat we dus willen doen is we moeten dus weer terug naar dat zeikershuisje. Waar zit hij ook alweer? Weet je wat, ik ga gewoon hier bij de bazaar landen en ik hoop al dat ik ergens op de goede plek terecht kom. Of ik ga gewoon hier landen. Of ik ga gewoon plat op mijn muil. Het interesseert toch allemaal niet meer. Jullie vinden het toch allemaal best wel leuk wat ik allemaal doe. En ik speel alleen maar het spelletje Skyward Sword en probeer er zoveel mogelijk informatie over te geven. Toch? Dat is toch wat jullie willen? Toch? Nou, mocht je nou dus aan het spelen zijn, weet wel, play along. En je hebt zoiets van, ja nou, 100% is voor mij niet echt nodig als je de items niet echt nodig hebt. Skip dit dan. Ik bedoel, je kunt inderdaad wel kijken van, goh, hoe zou dat dan inderdaad eruit zien? Maar het heeft niks, maar dan ook echt niks, met het hele verhaal mee te maken. De Gratitude Crystals heb ik al in een vorige aflevering tegen jullie gezegd. De Gratitude Crystals die je nu haalt geeft alleen maar onzin. Het geeft geen Pieces of Hearts meer. Het geeft geen extra pijlen of extra power-ups. Het enige wat er nu nog voor gaat zorgen is dat je, ja, het is misschien gek, maar je kunt dan dadelijk nog meer roepies dragen. Terwijl dat we er nou al 5900, 5900, hoe je het ook uit wil schelden. En tot we nog een beetje roepies krijgen. Eerst het prijs en Shiny Crystal. Zat! Ja, ik word hier ook zat van. Nou, kijk eens. Ga erom janken. If you need me, it's a bitch. Bang. Feel free to call. Ghostbusters! For Mr. Sphere, I will travel to any destination. Oké, waarom ga jij niet op zoek naar die Triforce? Ik bedoel, jij kan fucking vliegen. Doe dus even voor mij. Oh, what do my eyes behold? This is it. You have found it. This is exactly the same as the crystal ball I used before. Fates and fortunes, my eyes are wide with the thrill of possibility and damn with the tears of gratitude. I'll be able to start gazing into the future and making predictions at once. Yay! Please come to the bazaar then. And I'll tell you your fortune for a special prize. Oké, we hebben nog nooit van jouw service gebruik gemaakt en dat zal ook echt niet gaan gebruiken, ook niet. Dus hier, met je credited crystals. En dat is één ding, daar heb ik een vraag over gekregen en dat vond ik eigenlijk best wel een boeiende vraag. Sorry daarvoor. Als dat beest credited crystals nodig heeft om van een monster weer mens te worden, hoe komt het dan tot de mensen die jou de credited crystals niet geven... zelf geen monsters worden? Dat vond ik eigenlijk best wel een goede vraag. Het antwoord daarop? Spaghetti. Spaghetti. Simpelweg, spaghetti. Spaghetti. Ja, spaghetti. Spaghetti. Ik heb hier nou naast me iemand zitten en die zit gewoon hier mijn jokes gewoon erin te gooien die ik nog met bewerken er nog bij moet voegen. Klootviool. Nou, in ieder geval, zijn schuld. Als jullie er problemen mee hebben, blame Sergeant Ortelli. Dat is S.G. Ortelli. Heel erg makkelijk te onthouden. Klachten naar hem. Dus, ik vlieg eventjes richting de bazaar. En ja, deze vliegscène is zoals alle vliegscènes nogal pointless. Dus ik zie jullie daar. Dus squadela, tot zo. Oh, daar gaan we weer. Krijgen we ze? 20 rubies. Yay. En het ziet er nog eens fancy uit ook. Wat leuk. Oké, timer loopt weer, gaat weer goed. Dit duurt voor eeuwig en dat maakt niet uit. Yay! Dus, de reden dat we hier naartoe gaan is, deze gozer hier, die geeft iets elk jaar aan Levius. Die gozer die in één keer totaal niks met het verhaal te maken had, maar nu in één keer heel erg belangrijk is. En hij weet er dus heel erg veel over. Dus, laten we maar eventjes naar die gozer gaan van de Lumpy Pumpkin en vragen van, wat weet jij over Levius? Nou, waarschijnlijk tot de mooie mensen die de Legend of Zelda Link's Awakening hebben gespeeld, dat heel erg veel op de Windfish lijkt. What's the matter? You look like you've got something mighty serious on your mind. Really? Nah, actually. Nou? Levius? What about him? He still has to pay me a lot of money, that's for sure. But sure, I know Levius well, but I wasn't aware anything was wrong. Unless the fact that he owns me a lot of rubies, but...
Every year I offer him an entire basin full of my pumpkin soup, and that costs rubies. So that's why I need rubies from him. But lately a huge thunderhead has been brewing there, and I haven't yet made this year's offering. I tell you, I feel horrible about it, because I don't have my rubies. No. You'll say you'll deliver a pot of my soup to Levius? Huh? I don't know how you plan to fly into a huge thunderhead brewing out there, but if that's the case, I'm going to do everything I can to make Levius the best batch of soup ever, if he pays the bills. You're right here. I'm getting inspired to fire up some soup I've never souped before. Ik zou hem eigenlijk het ranzigste maken, omdat hij dus nog steeds roept. Oké, ik heb dat er helemaal bij verzonnen. Ik denk, waarom niet? Voilà! Gaan we nou Frans lullen? Here it is. I've been cooking this stuff for well over 10 years. Dat is geen 20 years. And I have to say, this is the best batch of pumpkin soup I have ever created. Ja, heel erg leuk. Ik vind eigenlijk best wel lachen hoor, dat hij echt zo staat te kijken van, wie is dat? Master, I will send the sanger van de robot. Heb ik daar toestemming voor gegeven, Vie? En waarom is hij altijd bezig met afdrogen? Hij is altijd met een bord in zijn hand iets aan het afdrogen. Dat bord is ondertussen wel droog, kom op. Miss Vie, I'm here. Afgekeurde poltergeist robot. Oh, this is another heavy load, but don't worry, I can carry anything. I'll be waiting outside, I can take you wherever you need to go as soon as you are ready, Zizat. God is in his holy temple. Oké, ja, sorry, dat was van Poltergeist 2, maar serie, hij met zijn I'm here, ik kan er niks aan doen. The place where I offer soup to Levius is inside the Thunderhead Cloud on an island with an everlasting rainbow. Oh, you'll know it when you see it. Good luck. Dus nou moeten we naar de Thunderhead, naar een of ander eiland wat een gigantische regenboog over zich heeft. Somewhere. Oh, oké, ik zal wel stoppen. Het is gewoon creepy. Nou, weet je wat we gaan doen? Fast forward flying. Waarom? Omdat ik geen zin heb, omdat het namelijk helemaal aan de andere kant van het eiland is, omdat dat weer 3 uur vliegen is. Nou ja, heb je tenminste wel genoeg air miles. Ik zie jullie zo. Op een of andere vraag wanneer hebben we niet in. Het is echt het enigste stukje waar die laser... Oh kijk, daar hebben we hem, de regenboog. Goh, valt niet op of zo. Die hebben we niet al een paar keer gezien. Maar hoezo zit daar een regenboog? Oké, ik snap dat dit dan een thundercloud is, oftewel een onweerswolk. Maar je ziet geen flitsen of iets. Dus hoezo is dit een onweerswolk? En hoezo zit daar dan een oneindige regenboog? Want hier komt geen zonlicht, dus... Ik weet het, je moet niet te veel logica gaan zoeken in Nintendo-spellen. Sowieso niet in elk spel, want er zijn zoveel faaldingen in spellen waarvan je zegt van, hè? Ik snap het niet. Dus. Ik ga me eigenlijk kapot lachen als dadelijk de regenboog ook nog eens een keer blijkt dat je daar overheen kan lopen. Want in heel veel spellen heb je gezien dat je over regenbogen kan lopen. Wat? Je kunt er zelfs over racen in Mario Kart, dus waarom zou dat hier niet kunnen? En waarom wordt de regenboog maar één kleur? En waarom verdwijnt de regenboog hoe dichterbij daar komt? Oké, blijkbaar is het hier een echte regenboog waar je niet overheen kan lopen. Oké. Nou, Poltergeist. I am loading this cargo of pumpkin soup here. Ja, dat is leuk. You've picked up an odd place for soup delivery. Feels dangerous. Something could jump at you. Out at us at any moment. Hungry for soup or robot. Oké. Nou, we moeten Levius hebben, dus. I'm out of here. See you around. Flik hem maar op. Oké, nou. Het begint te regenen. Gaat nou ook omweren. Zoel, motherfucker! Zoel! Oké, die ene vind ik wel een beetje heel erg verkeerd geplaatst aan de onderkant. Sorry dat ik het zeg, maar... Ik weet het, ik hou niet van dat soort grapjes te maken, maar laten we eerlijk weten. Het is net alsof hij daar een shit aan het nemen is of zo. In de lucht. Ik ben aan de lucht aan het scheiden. Hey, luchtscheider, hoe gaat het ermee? Great spirit of the skies, Levius. Nou, hij ziet eruit alsof dat hij ons dood wil maken. Maar ja, daar waren we al voor gewaarschuwd. Wat we moeten doen met Levius is die stronslieten die dus uit zijn lichaam komen. Die moeten we dus aanvallen met een... Met onze vogel. En dit is irritant, want je moet dus heel erg goed mikken. En je moet dus zijn ogen zien te raken. Nou, dit kan dus
zwaar vervelend zijn, aangezien dat je dus maar 3 keer kan chargen achter elkaar. Dan moet je wachten totdat jouw charge weer vol is. Hij vliegt in bepaalde cirkels, dus hij gaat ook nog eens een keer vooruit. Dus daarvoor moet je zorgen dat je snelheid up-to-date is. Nou, we hebben er tenminste eentje al geraakt. Op het moment als je tegen hem aanbotst, hij beweegt natuurlijk zijn vleugels. Op het moment als je er tegen aanbotst, dan krijg je schade. Dus je wil wel voorzichtig wezen. Wow, dit was eigenlijk best wel goed geraakt. Je wil wel voorzichtig wezen als je dus dik bij hem in de buurt vliegt. Want op het moment als je geraakt wordt door zijn staart of door een van zijn andere flapdinger. Dan verlies je dus hartjes. En op het moment dat je dus geen hartjes meer hebt, je hebt hier niet dat er even een veetje komt om even je hartjes te herstellen. Dus veetjes werken hier niet. Geloof me, daar ben ik toen de eerste keer toen ik dit speelde op de pijnlijke manier achtergekomen. Verder moet ik zeggen dat de controls hier heel erg lastig zijn. De eerste keer toen ik dit spel speelde, heb ik hier 3 uur vastgezeten en daar maak ik geen gein over. En dat was door die laatste strontspriet daar aan de onderkant. Dat is de moeilijkste te raken, omdat je moet dicht bij hem in de buurt komen. Die vleugels van hem die zitten ook nog eens een keer in de buurt. Hij gooit zijn staart ook nog eens een keer op en neer. Maar ik heb hem. Op het moment dat je die 4 poepslieten hebt... ik weet niet hoe ik ze anders moet noemen. Hoor, sorry! Als je die hebt verslagen, dan komt er een hoofd uit zijn rug. En dat blijkt Levius te... Ja, daardoor is Levius bezeten of zo. Weet ik veel. Het lijkt wel in zijn hersenenpan te zitten. Dus wat je wil doen, is je wil met je vogel, wil je boven op Levius landen. En op het moment dat je dus bij hem op zijn hoofd bezig bent, komt dat beest tevoorschijn. Goh, wat ben ik heel lelijk. Bilocyte. Bilocyte is een aparte vijand. Normaal gesproken zou je denken van omdat hij weer zo'n gigantisch oog heeft, dat je dus pijlen in zijn oog moet schieten. Dat is hier niet het geval. Je moet met zijn eigen braakballen moet je hem raken. En op het moment dat je dan zijn zijflappen hebt geraakt, wil je zijn oog raken, dan komt hij pas naar beneden toe. Dus je moet zijn eigen aanval tegen hem gebruiken. Dat is het enige dat werkt tegen hem. En voor de rest werkt niks. Je kunt bommen tegen hem aangooien, werkt niet. Je moet echt zijn eigen braakballen eerst tegen die oren. Ja, wat het dan ook is. Daar moet je die braakbal als eerste tegenaan gooien. Dan gooit hij zijn oog wijd open. En dan moet je dus zorgen dat je de braakballen terugschiet tegen zijn oog. Je moet ook echt met je Wiimote links en rechts slaan. Op het moment dat je dat niet doet, dan schiet je hem gewoon terug naar voren. En dan heb je het probleem dat je hem dus niet raakt. Want dan ontploft gewoon die braakbal zonder enig effect. Nou, als je hem een paar keer geraakt hebt, gaat hij moeilijker doen. Dan gaat hij met zijn hoofd proberen te ontwijken op het moment dat je aan het tennissen bent met hem. Laten we eerlijk wezen, het is geen tennis. Hij doet het nog niet eens, hij staat te lui voor. Of hij gaat het nou doen, dat kan natuurlijk. Eens kijken. Swing. Nee, gewoon rechtuit. Wat zijn mijn bazen? Oh, ik moet hem nou nog een keer raken zelfs. Nou, vooruit. Oh, nou doet hij het wel, hè. De stinkzwam. Hier, mis. Voel je je nou trots? Ben je nou blij dat ik 1 keer gemist heb? Hij heeft er echt helemaal geen zin meer in. Hier, Skyver Strike. Stinkbakkers. Nou, volgens mij moet ik hem nou gewoon verslaan door gewoon de hele tijd braakballen tegen zijn oog aan te tennissen. Hier. Dat was een braakbal deluxe met Skyward Strike erbij. Speciaal voor jou. Dan gaan we nog een keer dood. Doe zwaar. Kom op. Sterf. It is written. Only you, Link, can help. The Windfish. Serieus, laten we eerlijk wezen. Geef hem een paar regenboogkleuren en het lijkt wel op de Windfish. En ik verzin dit niet. Daar even duidelijk over zijn. Maar goed, blijkbaar hebben we dus Levius doodgemaakt. Dan komen we er dus nooit achter hoe dat de truifel zal gaan werken. Game over. Oké, dat gebeurt niet. Ja, nou lijkt hij zelfs nog meer op een windvis. In combinatie met de kerstman of... Weet ik voor wat. Tell me, boy. Was it you who brought me this most delectable cauldron of pumpkin soup? I must apologize for my earlier behavior. A most an irksome past possessed me. I was not myself.
but that business is done with now. The delicious aroma of that soup has restored me to my senses. Oké, en dat ik die parasieten uit je kop heb geramd, dat heeft er dus niks mee te maken. Vuilak, ik mag je nu al niet meer. Je gaat nu al van mijn kerstlijstje af. I am the great spirit they call Levius. Before she passed from this world, so long ago, the goddess Hylia appointed me as warden of the skies. And what do they call you, boy? Ah, Stefan is it. A rather pleasing name. That your parents clearly have excellent taste in names. What? Your parents clearly have excellent taste in names. Wat? Wat hebben mijn ouders in godsnaam met het spel te maken? Focus op het spel, ja? Laat mijn ouders buiten, dankjewel. You carry a curious sword, boy. And I sense a silent power dwelling somewhere in that little frame. Ah, I see it now, Stefan. You are the goddess' chosen hero. How interesting. I assume you've come to hear what I know of the Triforce. You know? Nah, right. As I suspected. Listen closely, and I will tell you. As you likely know, long ago, an evil force attempted to take the Triforce for its own. The goddess did everything in her power to prevent it from falling into his hands. For the safety of all things, she hid the Triforce somewhere within the rock you call Skyloft. However, its location has been kept secret. Even I do not know where it rests now. Oh, but the goddess did entrust me with a hint as to Triforce locations. The clue is a song meant to be played on harp you hold. It is known as the Song of the Hero. The song is the key to revealing the secret location of the Triforce. The goddess split this song into four parts. She entrusted one part to me and the other three to the dragons of the land. You must gather each of the parts of the Song of the Hero, seek out the dragons, and convince them to teach you their parts. When they've taught you what they know, come to me and I will complete the song with my own voice. The dragons can be found at Fallen Woods, Elden Volcano, and the fucking desert. Go on. Oh, go on then. Find the dragons now that you seek. Oké, dus eigenlijk hebben we helemaal niks geachieved door hem te helpen. En komen we er dus achter tot we die drie draken weer in de drie gebieden, waar we dus al zo vaak zijn geweest. Dat we daar dus nou naartoe moeten. De volgorde dat je die drie draken kan doen, mag je totaal zelf beslissen. Er zit geen volgorde in dat je voordelen of nadelen hebt. Er is wel een volgorde dat je een voordeel eruit kan halen. Dat wil ik natuurlijk wel heel eventjes geven. Het vervelende is dat de quest om die nummers die draken te vinden... Ieder gebied heeft weer een soort van quest in hun gebied zitten. Dus het maakt niet uit naar welk gebied dat je gaat. Je zult altijd op het moment dat je in het gebied ingaat een hele quest moeten voltooien. Dus denk ik dat ik bij het halen van Levius en een kleine klote sidequest en een rot tornado die voor mijn neus in één keer uit het niks kan ontstaan. Ik heel eventjes ga kijken welke strategie ik hiervoor ga bedenken om de draken inderdaad te gaan halen. Er zit namelijk een gigantische sidequest die ik ook nog even out of the way wil hebben. En oh, ik ben niet vergeten, dan kan ik nog wel even in deze aflevering gooien. De Goddess Chest. Jullie zitten nou al drie afleveringen te wachten tot ik eindelijk die Goddess Chest zou openen. Dus ik ga heel eventjes knippen en ik zie jullie dan wel op dit stinkende eiland hier. Even een beacon er neerzetten. Zo, ben zo terug. En hier komen we uit op het eiland. De Goddess Cube. Dit eiland zit nog best hoog. De Goddess Cube, of ja, de Goddess Chest moet ik eigenlijk zeggen. Die zit hier, als ik me niet vergis, op dit plateautje. Ja, daar heb ik goed geraden. En als ik me niet vergis, bevat deze... De Piece of Heart? Kijk! Nou... Dat is nog één piece of hard te gaan. Voor de rest, dit eiland, daar zou ik heel eventjes snel over wezen. Er zit hier een sidequest op dat eiland. Dan moet ik eventjes hoger op. Kunnen jullie dat zien?
Hier heb je die mafketel zitten, die van Groes en Goons. Stefan, I wasn't expecting to see you. We have flighted to Stick Fog and ended up on this island. But I got here and nobody cares and I'm going to go to Insect Paradise because I'm actually inside insects. And insects are really awesome and I want to play a game here with insects. Do you want to play this game or do you want to not play a game? I'm just going to say that you're going to play a game. It's going to cost 20 rubies for the bug beginner and 50 rubies for the bug wrangler. En ik zeg no thanks, want dat schiet hier niet echt op. Er is eigenlijk een sidequest dat Beedles zijn huisdier insect geval kwijt is. En ja, daardoor moet je bij hem de minigame één keer halen om zijn insect terug te krijgen. En dan krijg je ook weer credit tot crystals. Dus ik zie jullie op de Island of Songs. Ben zo terug. Ik ben er helemaal stil van, hè. We hebben een small bomb bag gevonden en nu kunnen we 5 bommen extra vinden. Wat leuk! Wat ik nou ga doen is, ik vlieg nu eventjes lekker offscreen eventjes terug naar Skyloft. En dus sluit ik hier de aflevering af. In de volgende aflevering gaan we dus beginnen met op zoek te gaan naar de dragons. En misschien nog zelfs een paar sidequests erbij te gooien. En ik draai op en neer omdat ik daar gewoon zin in heb. Dus ik zie jullie terug in de volgende aflevering in Skyloft. En dan gaan we kijken welke volgorde dat we gaan tackelen. Makkelijkste. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword.